die hem in Denemarken aan boord nam, arriveerde de Shah onder een bewolkte hemel in de haven van Amsterdam. Na bijna 60 jaar ontving Nederland opnieuw een Perzische heerser. De bemanning van de Ruiter bracht de Shah de gebruikelijke eerbewijzen toen hij met de leden van zijn gevolg de kruiser verliet om zich naar de landingsteiger aan de Prins Hendrikade te begeven. Bij de plaats van aankomst voor de Sint-Nicolaaskerk waren intussen ter begroeting van de hoge gast Hare Majesteit de Koningin en zijn koninklijke hoogheid Prins Bernhard gearriveerd. Om 11 uur precies bereikte de motorsloep de steiger. Even later stapte de Shah aan wal, waar hij door de koningin en de prins zeer hartelijk werd verwelkomd. Op dat ogenblik speelde de koninklijke militaire kapel het Iraanse volkslied. Voorafgegaan en gevolgd door een bereden escorte van de Rijkspolitie reden koningin en prins met de Shah in een open calèche van de Prins Hendrikade naar het paleis op de Dam. De vlaggen van Iran en Nederland wapperden langs de gehele route die was afgezet door eenheden van leger, vloot en luchtmacht. Imposant was het moment waarop het koninklijk rijtuig de Dam opzwenkte, waar enige duizenden mensen zijn keizerlijke majesteit en ons koninklijk paar met hartelijk gejuich begroeten. De menigte rende naar voren om getuige te zijn van de inspectie van de erewacht van het garderegiment Fusiliers Prinses Irene. Kort nadat het vorstelijk gezelschap het paleis was binnengegaan, verschenen de koningin en de prins met de Shah op het balkon, van waar ze de toejuichingen van de menigte dankbaar beantwoordden. Een half uur later, om 11:45 precies, betoonde de Shah door een krans te leggen bij het Nationale Monument eer aan de gevallenen. Het was een korte plechtigheid die mede werd bijgewoond door de nieuwe minister-president, professor de Quay.